Mijn naam is Wouter Roelertje en ik ben actief in buurthuis De Schakel in Lunteren. Maar ik spreek hier namens, hoop ik althans, al is dat voor een Lunteraan ongewoon, namens alle Edese buurt- en clubhuizen en dorpshuizen. Wij hebben van het begin aan, van de oprichting van de buurt- en dorpshuizen, activiteiten gehad. Vele cursussen. Je kunt denken aan bloemschikken, tekenen, schilderen, tot computerlessen en alles wat u daarin tussenin kunt vullen. Daarnaast hebben we ontspanningsactiviteiten zoals kaarten, britsen, sjoelen, koersballen enzovoort enzovoort. En heel belangrijk, activiteiten voor speciale doelgroepen zoals ouderen en gehandicapten of mensen met een verstandelijke beperking. Door de samenwerking met andere organisaties zoals de Stichting Welzijn Ouderen, maar ook dorps- of wijkgebonden organisaties zijn we in staat een sfeer te scheppen waarin mensen zich thuis voelen. Laagdrempelig dus. En het belangrijkste aspect van buurt- en dorpshuizen is de ontmoeting. De ontmoeting, elkaar leren kennen. Al dat bovengenoemde is alleen maar mogelijk door de tomeloze inzet en de vele vrijwilligers die in geheel Ede actief zijn. Onze huizen bieden in volledige openheid hun activiteiten aan iedereen. Wat ook de politieke kleur is, wat ook het geloof is, of in welk land je ook geboren bent. Alle mensen zijn welkom in onze huizen. Door het samen bezig zijn, en ik ervaar dat in De Schakel, ontstaan er ook verbanden. Helpt men elkaar bij problemen, vertelt men elkaar zaken die belangrijk zijn. Voor de Edese samenleving zijn naar mijn mening de buurt- en dorpszijde bijzonder belangrijk. En in de zogenaamde participatiesamenleving die op ons afkomt, worden ze alleen nog belangrijker. Denk daarbij aan de vele ouderen, welke tot vereenzaming kunnen komen als ze niet meer opgenomen kunnen worden in de verzorgingshuizen. Maar denk ook aan gezinnen en kinderen van de lagere inkomensgroepen. Voordelen van goed functionerende dorps- en buurthuizen zijn het ontstaan van een grotere samenhang in de buurt, het aanwezig zijn van een laagdrempelijke voorziening, ook goed voor andere instellingen zoals gemeente en gezondheidsorganisatie om voorlichting te kunnen geven in een laagdrempelijke locatie, want men voelt zich daar immers thuis. En een breed aspect aan ontspanning en cursussen. Zorgen hebben we ook. We merken dat ons vrijwilligersbestand aan het verouderen is. Wij vragen ons af en we hopen van wel dat of we in de toekomst wel voldoende vrijwilligers zullen kunnen vinden. Ik kan het niet laten om een tip te geven naar besturen, beroepskrachten en vrijwilligers in de buurt- en clubhuizen. In de grote vakantie zijn deze huizen dicht. Dat is fout als je het hebt over vereenzaming van ouderen. Als je het hebt over mensen die niet met vakantie kunnen, door welke reden ook, dan moet er een oplossing gevonden worden zodat die huizen open kunnen zijn. Afsluitend, wij zijn nodig. Zeker in het licht van allerlei veranderingen in de samenleving. Nou heb ik vanmiddag een heleboel gehoord al over zorg enzovoort enzovoort. En dat leidt ertoe dat mensen depressief kunnen worden en daar heb ik een hekel aan. Daarom heb ik een gedicht opgezocht van Toon Hermans, waarin we wat inspiratie op kunnen doen. Hoop. Geef elkander hoop, dan gaat alles goed. Geef elkander hoop als je elkaar ontmoet. Niet met dure woorden, een reden of een preek. Nee, zomaar bij de slager of bij de apotheek. Of op een caféterrasje of in de bioscoop. Al is het nog zo vluchtig, maar geef elkander hoop. Dank u wel.